Na de potjes koken, ik heb het gas laag gezet, doe de deksel erop en ik stel de wekker in. En dan 20 minuutjes gaan we kijken of ze gaar zijn. En daarvoor heb je natuurlijk nodig een vork. Daar ben ik weer met een nieuwe video op Vraag het Suus. En vandaag een nieuwe basistechniek, namelijk aardappels schillen en koken. Aardappels kun je ook ongeschild koken. Dan moet je wel ervoor zorgen dat ze heel goed schoongeboend zijn. De aardappels die ik daarvoor had, zijn er niet heel geschikt voor. Ik heb de aardappels dus eerst geschild. Aardappels koken is niet heel ingewikkeld. Ook jij kunt het. Het zijn gewoon een paar handige trucjes die je even vast moet houden. Heel veel kijkplezier. Voor aardappels schillen en koken heb je nodig een dun schiller en een aardappelschilmesje. Uiteraard aardappelen, een afvalbakje en een kookpan. Als eerste ga ik de zogenaamde uitlopers verwijderen. Dat komt omdat de aardappels op dit moment bij mij in huis worden opgeslagen in plaats van in de schuur, omdat het te koud is. Het moment van filmen is 3 maart. Het is buiten koud, min 4 op het moment. En dat betekent dat aardappels niet in de schuur bewaard kunnen worden, omdat ze dan bevriezen. Deze mogen eraf, die kun je niet eten, zijn ook niet nodig. En het is alleen maar een teken dat de aardappels gezond zijn, want ze willen gaan uitlopen om te gaan doen. Nou, de anderen hebben dat niet. Dan ga je de aardappels schillen. Dan kun je voor kiezen om met een mesje te doen. Ik kies de dun schillen, dat vind ik prettiger. Ik zorg ervoor dat ik de aardappels helemaal schil en dat ik alle rare plekjes ook weghaal straks. Daar heb ik dan dat aardappelschilmesje voor. Want alles wat anders is dan de kleur van de aardappel, dat moet eruit. Zoals deze zwarte pitjes, dat wil je echt niet terugzien op je bord. Dus dat haal je er allemaal uit. Soms moet je even graven, zoals bij deze. Daar is het laatste stukje. Hier heeft waarschijnlijk iemand zijn schop of zo ingezet, of met het rooien met een rooimachine. Mag er allemaal af. Ook waar de eventuele uitlopers hebben gezeten, dat haal je eraf. En dan maak je straks de aardappels allemaal op dezelfde grootte. Ik kijk wat mijn grootste aardappel is. Nou, als ik die door de helft doe en ik neem dan deze twee, heb ik ongeveer dezelfde maat. Dus daar hoef ik niks mee te doen. Dan kan ik de volgende schillen. En daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde. De aardappeltjes moeten even gewassen worden. Ik kleef wat zetmeel aan en misschien nog wat modder. Dat willen we gewassen. En dan zetten we de aardappeltjes onder water. Niet helemaal, gewoon een laagje water. Sommige mensen zeggen ze moeten helemaal onder water staan als je wilt koken. Dit zijn wat kruimige aardappelen, die zet ik niet helemaal onder water. De aardappeltjes gaan op het vuur. En vanaf het moment dat ze koken, laat ik ze 20 minuten koken. En dan ga ik controleren of ze gaar zijn. Dus we gaan het gas aanzetten. En brengen ze aan de kook. En dat doen we uiteraard met de deksel erop. Je kunt eventueel wat zout toevoegen, maar dat is niet per se noodzakelijk. De aardappeltjes koken. Ik heb het gas laag gezet. Doe de deksel erop en ik stel de wekker in. En dan 20 minuutjes gaan we kijken of ze gaar zijn. En daarvoor heb je natuurlijk nodig een vork. Nou, we zijn 20 minuten om en ik ga nu in de aardappels prikken. Zoals je ziet kan ik er heel makkelijk doorheen prikken. Dat betekent dat ze gaar zijn. Check even een aantal aardappels en dan kan ik ze gaan afgieten. Afgieten doe je altijd van je af. Ik zie heel vaak dat mensen het zo doen naar hun toe, maar als ze dan spettert, spettert tot op jou. Dat is niet veilig. Dus altijd van je af. Het is handig om aardappels, en ik leg nu even een doekje eronder, nog even te laten uitstomen. Dat kun je doen door ze terug te plaatsen op het gaspitje. Maar je kunt ze ook gewoon even zo laten staan. In elk geval zijn de aardappels nu gaar. Dit zijn dus iets kruimige aardappels. Je kunt er ook voor kiezen om deze aardappeltjes nu te bakken. Dan snij je ze in plakjes als ze koud zijn. Dan bak je ze lekker op. Of blokjes van maken even in de oven met wat lekkere kruiden erover. Je kunt er alle kanten mee op. In elk geval eet smakelijk. Dat was aardappels koken. Nou, dat moet jou ook lukken. Lekker de gehaktballetjes erbij maken van een paar video's terug. Altijd lekker. Heb je ook nog een lekkere jus erbij.
In elk geval bedankt voor het kijken. En als je abonnee wordt, dat is wel handig, dan mis je geen enkele video meer. Want elke woensdag en vrijdag komt er een video van mij online. In die video's zie je niet alleen kooktechnieken, maar zie je ook bijvoorbeeld lekkere recepten die ik uitwerk. Heb jij nou eens een recept waarvan je zegt van Suus, wil je het wel maar uitproberen? Geen probleem, zet het hieronder in de reacties. Ik neem contact met je op en we komen er vast samen uit. In elk geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.